Hallo lieve mensen, van harte welkom. Mijn naam is Lilian Verhu en in deze aflevering gaan we het hebben over een spirituele school, spiritueel onderwijs. En mijn gast voor vandaag is Gentille Boijmans. Hartelijk welkom Gentille. Kun je jezelf even kort voorstellen en wat je zoal doet? Oké, ik ben Gentille Boijmans. Ik ben de visionair, de oprichter van Ik ben Bewust Onderwijs. Wij zijn 4 jaar geleden gestart in Veilen en uiteindelijk terechtgekomen in Geleen. En ons onderwijs wordt gegeven aan kinderen van 4 tot en met boven de 20. Oké. Dat is zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Kinderen kunnen ook erkende diploma's halen, dus van VMBO tot en met gymnasium. Ja. En we hebben ook eerste graadsdocenten, tweede graadsdocenten aanwezig voor de vakken. En we zijn nu momenteel met 33 kinderen in totaal. 33 kinderen? Ja. Op 3 scholen heb ik begrepen en dan komt nog een uitbreiding naar een 4e school. Dat klopt. Wij zitten dus in Geleen, wij heten Angeliet. Dan heb je de Barrensteen, die is nog een oprichting vanuit Heelsum. Galsedoon zit in Meppel, die zijn voor de zomervakantie gestart. We hebben ondertussen 14 kinderen. Dan hebben we nog een school in oprichting in Nijmegen en die heet de Dolemiet. Landelijk dus eigenlijk? Ja, het is landelijk. En Curaçao is zich ook aan het melden. Oké. Dus, maar of dat zeker doorgaat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we gaan ook nog zelfs ver over de Europese grenzen. Wie heeft dat plan bedacht? Wie heeft dat plan bedacht? Vind ik een goede vraag. Ik denk niet dat het bedacht is. Maar dat ik het al. Ja, nou, ik ben als jonge leerkracht. Ik was 20 toen ik voor een klas stond met 45 kinderen in Gulpen. Ik zal het nooit vergeten. Heel pril, heel piep. Je wilde van alles. Maar het was zo druk. Je kon amper tussen de bankjes doorlopen. Ja, dat had je toen nog van die grote klassen. Hè? Heel katholiek ook. Hè? En toen dacht ik van, nou, als dit het onderwijs moet zijn en dat ik zo met die kinderen moet gaan werken alsof het allemaal nummers zijn, dat kon ik niet. Dus ik ben mijn eigen ding wel gaan doen, maar heel pril. Ja. En in de jaren ben ik daar wel steeds meer gaan uitbreiden. En toen ben ik in 1998 ben ik bij Jean terechtgekomen. Jean wie? Jean Freer. Oké. En daar heb ik een consult gehad en het klikte wel met Jean. En toen ben ik in 2000 bij haar vrijwilliger geworden. En toen heeft zij een boodschap in 2002 gekregen van de vrouwen van alle volkeren. Dat is eigenlijk de kosmische moeder, noemen we dat. En dat klikte eigenlijk met mijn beeld, want ik had in al die jaren een beeld doorgekregen van hoe eigenlijk de school van de toekomst eruit zou zijn. En dat beeld, dat schoof eigenlijk in de boodschap mee. En toen ben ik van bij Jean uit het centrum, zijn we met een groep begonnen om daarover te filosoferen en een school op te richten. En uiteindelijk zijn we met 3 mensen die bij de oprichting waren, zijn we overgebleven. En zijn we gestart in 2011, in oktober. Ja, een school oprichten lijkt volgens mij toch wel een hele klus. Want je moet natuurlijk allerlei vergunningen hebben en toestemming van weet ik voor wie. Nou, dat valt wel mee. Je kunt gewoon beginnen. Ja? Het is wel een B3-school, dus het is onbezoldigd onderwijs. En dat valt onder, zoals men noemt, particulier onderwijs. Dus wij krijgen totaal geen subsidie en we werken volledig op vrijwillige basis. Een diploma is wel geldig dan? Het diploma is geldig. De schriftelijke examens zijn op exact dezelfde tijd, op dezelfde dag als het regulier onderwijs. En ik vind onze kinderen gewoon kanjers, want als de rest allemaal vakantie heeft, zomervakantie, moeten zij nog midden in de zomervakantie naar Tilburg om het mondelingexamen te doen. Oh, dat is en dus allemaal staatsexamens zijn dat. Dus anderen hebben de vlaggen al uithangen en zij moeten daar nog zich overheen zetten om die kracht te vinden om dan nog door te leren. En dat vind ik gewoon, geweldig. Wat mankeert er tegenwoordig, dus in deze tijd, volgens jou aan het reguliere onderwijs? Ik wil helemaal niet met een vinger wijzen naar het reguliere onderwijs. Dat komt zelf vandaan. Gentille, het mag. Nou, weet je, ik wil wel even erbij zeggen dat mijn collega's allemaal hartstikke goed hun best doen. Even dat voorop. Ja. Maar het systeem is niet oké. Wat is niet oké aan het systeem? Het systeem is de kinderen... hoe ga ik dat nou uitdrukken? de kinderen worden zo volgestouwd met kennis. Mm-hmm. Terwijl in mijn visie staat, en er zullen misschien nog wel meer onderwijssoorten zo zijn, maar in mijn visie staat dus dat het vanuit het kind komt. Mm-hmm. En als een kind vanaf 4 jaar bij ons kan starten, volgen wij het kind. Ja. Maar het wordt wel geprikkeld en een prikkelomgeving om tot leren te komen, die is er. Maar als je een kind iets oplegt, dan zie je dat er bijvoorbeeld heel veel angsten ontstaan bij het kind. Of ik kan het niet. Mm-hmm. En dat moet dus je faalangst heb je dan over? Ja, ja. Bijvoorbeeld, we hebben de jongste bij ons, die kende al heel snel de dagen bijvoorbeeld. Terwijl in het curriculum onderwijs wordt dat echt aangeleerd. Maar hij had dat al van nature. Maar de seizoenen hadden we hem niet aangeleerd, maar dat wist hij ook niet. Hij hoorde wel eens een keer ergens herfst of winter. Maar, ja. Maar nu is hij 2 jaar verder en nu begint hij zelf na te denken van, oh ja, het is herfst. Wat kwam er ook alweer na herfst? En kijk, en dan is het dat moment dat hij dan iets heeft van, als je het hem vertelt, dan onthoudt hij het. Want dan is hij eraan toe. Ja. En dat is ook met lezen. Hij was met letters aan het toveren en wij dachten, oh, hij heeft zin om te lezen. En dan hadden we bijvoorbeeld sik daar neergelegd met letters en hij zegt baard. Ja, hij leest baard, zegt hij dan. Nou, we lachen ons kapot, want we vinden dat gewoon heel erg leuk. Maar je ziet dat het kind dan nog niet aan het echte lezen toe is. En dan laten we het ook weer. Het klinkt alsof de kinderen best wel wat vrijheid hebben. Ze hebben een stuk vrijheid in die zin dat we ze wel haargenauw volgen in hun ontwikkeling. Dus het is niet zo van, oké, doe maar en we zien wel waar we uitkomen. Ja. Dat niet. Wij elke dag krijgen. Ja, precies. Ja. Maar ook een onveilige omgeving voor de kinderen. Je moet wel regels hebben, zeg je. Oh ja, wij spreken samen elke keer opnieuw met de kinderen regels af. Mm-hmm. Maar die regels worden net als tandenpoetsen, dat verdwijnt, dat is dan al heel normaal. Ja. Dan zijn het geen regels meer. Ja. Maar in den beginnen hebben ze wel regels nodig. Ja. En het spirituele aspect, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe wij het naar de kinderen, of hoe wij als volwassenen dit opzetten, of wil je weten hoe we het naar de kinderen toe brengen? Kan beide hoor. Kan we beginnen bij de kinderen. Goed, bij de kinderen. Wij beginnen met de kinderen, met het spirituele. In de ochtend hebben we een ochtendkring. Mm-hmm. En dan komen de kinderen binnen. We hebben een aparte ruimte daarvoor, die is vrij groot. En dan krijgen de kinderen allemaal een druppel lavendel. En met die druppel lavendel gaan we dan de aura's en chakra's schoonmaken. En ook je beschermen voor de prikkels van buitenaf. De kinderen zijn er ook wel die zeggen van, nou, ik heb thuis al lavendel gebruik. En dat klopt dan ook, maar als zij onderweg zijn, komen ze in zo'n hoge prikkelbare omgeving, waardoor ze dingen opvangen en toch weer, dat ze daar last van hebben. Dat merk je als ze binnenkomen. Dus wij doen elke ochtend het vaste ritueel. Mm-hmm. En als je niet meedoet, val je op. Laat ik het even zo zeggen. Je moet dus eigenlijk meedoen, of je wel of niet. Ja, nou, je valt op als je het niet meedoet, dus dat is wel grappig. En we hebben meestal kaartjes die we dan ook al de ronde hebben laten gaan, die ze trekken. En dan kijken ze de dag door van, kom ik dat tegen? En als ik het tegenkom, wat heb ik ermee gedaan? Mm-hmm. En als we de eigen aura's en chakras hebben schoongemaakt, doen we allemaal tegelijk, zodat het ook echt een eenheid wordt. Mm-hmm. Dan voel je al die energie helemaal sereen worden en dan wordt iedereen rustig. Want elke nieuweling die komt, die staat altijd verbaasd van, iedereen is druk bezig en opeens als die lavendel is geweest, is het helemaal stil. En dan verbinden we ons, we vormen een kring en we hebben de ontvangende hand en de gevende hand. En dan wordt er meestal een stilte meditatie, een korte, wordt er dan gehouden. Of we gaan helemaal in stilte, van voel maar eens wat er nu in je lichaam gaande is. En dan daarna dan wordt het kaartje getrokken, of dan kijken we naar het kaartje, wordt door iedereen opgenoemd, of leest dat dan voor. En als dat gedaan is, dan hebben we meestal even een korte mededeling van hoe de dag er gaat uitzien. En dan gaan ze in alle rust naar hun ruimte toe. Maar kinderen vinden dat niet raar als je het over aura's hebt of over... Nee. Sorry. Nee, vinden ze niet raar. Er zijn sommige kinderen die daar van thuis uit niet mee in aanraking zijn geweest. En als ze nieuweling zijn, dan pakken ze altijd even apart. Daar hebben we een begeleider voor en die brengt hun dat bij. En die zegt waarom dat is en wat het doet. En dan... krijgen ze wel bij het intakegesprek, krijgen ze dit wel gezegd, dat dit gewoon onze rituelen zijn. Ja. Want anders zouden ze zo naar binnen kunnen komen en denken, hé, waar ben ik nu terecht gekomen? Ja. Maar het voelt voor zowel allemaal goed, want we hebben vorig jaar onder alle kinderen een enquête gehouden over ons doen en laten binnen IBO. Want dat vonden we wel interessant om te weten of dat ook werkt voor ze. En daar kwam, zoals dat ritueel, dat wilden ze niet missen. Dat was 99% wilde dit behouden. Ja, vroeg of laat, dan begint ook gewoon de rekenles en de taalles en de aardrijkskunde. En... ja, dat gebeurt er ook. In het basisonderwijs is het sowieso dat elke dag iets van lezen, rekenen en taal aan bod komt. Mm-hmm. Meestal is dat in de ochtenduur, omdat de kinderen daar toch wel het meest geconcentreerd zijn. Ja. Ze willen ze tussendoor afschakelen, mag dat ook. Ze mogen dat zelf plannen wanneer ze die lessen doen. En dan ze mogen er tussendoor gaan spelen of even iets kunstzinnigs doen. Opstaan of zo bedoel. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, zeker. Dus niet meer braaf? Nee, absoluut niet meer. Nee, we hebben allemaal huiskamers. Oké. Okay. Dus we hebben gezellig bankstaan, gekleed, we hebben gezellige boekenkasten, heel veel boeken. En we hebben ook werktafels, maar dat zijn ook meestal eetkamertafels. Mm-hmm. En als de kinderen even behoefte hebben om lekker op de bank te gaan liggen, of als ze moe zijn en je ziet dat ze slaap nodig hebben, gaan ze slapen. Echt waar? Ja, zeker weten. Thuiskomen, was die school niet toen ik klein was, hè? Ja, de kinderen verbazen zich dat het mag. En vooral bij de wat kinderen tussen de 12 en de 15, 16 jaar, zie je dat ze tussen hun werken, zal ik maar even zeggen, heel vaak behoefte hebben om even zich terug te trekken. Maar ja, pak jezelf vroeger, als je les moest volgen, ja, zat je ook wel eens vaak dat je inkakte. Hè? Ja, ik kreeg een klap. Ja, precies. En nu zeggen we, hey, luister naar je lichaam. Je bent moe, je neemt niks meer op. Dus ga even naar beneden, ga naar de stilteruimte, ga daar liggen. Dat is ook een stilteruimte. Ja, we dekken je toe. Stilteruimte, wauw. Ja. Maar dan gaat dat niet ten koste van het onderwijs zelf? Nee. Het leervermogen, het opnemen van de stof? Nee, absoluut niet. Want wat ga je nu krijgen? Kinderen kunnen, als ze uitgerust zijn, veel makkelijker weer meer stof opnemen dan als ze door moeten gaan en maar door moeten gaan en het lichaam vermoeid raakt en hun hersenen vermoeid raken. Mm-hmm. We hebben ook een aantal oefeningen wat we met ze doen tussendoor als ze daar behoefte aan hebben. We hebben ook, kunnen ook yoga doen, we hebben ook een meditatie op afroep, zeg maar. Als zij zeggen van ik heb behoefte met een paar kinderen, gaan we tussendoor ook mediteren met de kinderen. Ook lekker wandelen in de natuur. Wandelen in de natuur, knuffelen met de boom, als ze dat willen. Ja. Niet iedereen wil dat, er zijn wel kinderen die dat wel fijn vinden om de energie van de boom mee te nemen en het ook weer terug te geven. Dat leren we ze ook. Maar het klinkt een beetje als de vrije school, of is het toch anders? Nee, de vrije school heeft wel zijn lessen. Die hebben echt van 8 tot van 9 tot 12, dan dat. Maar dat hebben jullie ook eigenlijk? Nee, dat hebben wij niet. Nee, dat hebben we juist niet. Wij hebben van 9 tot 12:15 dat de kinderen de kans krijgen om in rust te leren. Er zijn soms dat er lessen aangeboden worden, niet altijd, maar er zijn kinderen... Nou, laat ik het zo uitdrukken. We hebben kinderen met verschillende behoeftes. Ja. Er zijn kinderen die komen naar IBO voor de rust, omdat het kleinere groepen zijn, een kleinere gemeenschap. En zij kunnen toch rechtstreeks naar dat examen toewerken. Ja, met methodes, met de boeken, met de methodes. En als ze daar behoefte aan hebben, krijgen ze ook les. Oftewel in hele kleine groepjes van 3, 4 kinderen of 1 op 1. Het is bijna privé-school. Ja, soms eigenlijk wel. Ja, soms wel. Vooral zoals met wiskunde en vooral de beta-vakken. Ja. Hebben de kinderen wel behoefte aan 1 op 1. Omdat daar hiaten in het regulier onderwijs zijn ontstaan. Het heeft niks met hun intelligentie te maken, maar men gaat standaard door die stof heen. En sommige kinderen hebben gewoon wat meer ruimte en wat meer tijd nodig om die stof tot zich te nemen. Ja. Maar daar hebben ze in het regulier onderwijs geen tijd voor, want ze moeten volgens de regels die stof op die tijd af hebben. Ja. En ook, die krijgen subsidie en dat krijg jij niet. Nee, we krijgen totaal niet. Brei je dat rond dan? Want je allemaal mensen die uit het hart werken. Ja, want je geeft die kinderen zoveel aandacht. Ja. Praktisch 1 op 1 of 1 op 2, 3. Ja, klopt. Hoe doe je dat, Gentille? Vertel maar eens. Nou, wij doen dat uit. Kun je toveren? We hebben mensen die vanuit het hart werken. Ja. Dat is al nummer 1. Die er echt staan om het kind te helpen en het zo comfortabel mogelijk te maken. Uiteraard zullen ze uiteindelijk leren en ook dat diploma gaan halen. Maar we laten wel het kind op zijn eigen tempo werken. Dus als het kind, maar je ziet ook als ze niet meer lessen hoeven te volgen, zoals op het regulier, gaan ze ook sneller door die stof heen. Sneller, zeg je? Ja, sneller. Je zou menen, zeg maar, dat een kind dan langer erover doet, omdat hij af en toe even eruit stapt, even gaat slapen, even gaat mediteren, zou je denken van, nou, hij komt wel ooit zeg maar tot het examen, maar dat duurt misschien een jaar langer. Nee hoor, want er zijn al kinderen met 14, 15 die op examen gaan. Wauw. Maar dat komt doordat ze niet meer naar de lange lessen hoeven te luisteren, want ze kunnen het gewoon zelf lezen. En dan nemen ze het ook tot zich. Ja. En wat we ook zien, als zij een bepaalde stof beheersen, en hoeven ze ook geen ellenlange oefeningen of opdrachten te maken, dan ga je door naar het volgende. Krijgen ze wel huiswerk of hoeft dat dan ook niet meer? Wat is dat voor een vies woord? Ja, dat vind ik ook een vies woord, maar ik vraag het maar even voor... Nee, we hebben, het was wel leuk, want kinderen die nieuw komen en ze krijgen van de docenten opdrachten, ja. Het is de bedoeling dat ze dat binnen de uren van IPO maken. Dus als die naar huis gaan, zijn ze helemaal vrij. Wauw. En dat geeft zoveel rust voor lichaam en geest, dat als ze weer terugkomen naar school, dat ze het ook helemaal kunnen behappen binnen die uren. Maar kun je me uitleggen, Gentille, waarom dit systeem, want het... klinkt voor mij als een schoolsysteem waar enorm veel behoefte aan is. Vooral ook die kinderen zijn ook veel gevoeliger tegenwoordig. Ja. En je hebt de indigo en de kristalkinderen en weet ik veel wat niet. Waarom dat niet het reguliere systeem langzaam maar zeker overneemt. En dat ouderwetse systeem van het min of meer erin stampen en volgens een bepaald strak regime ja, die kinderen als het ware programmeren, dan zou je toch ja, kunnen zeggen van, weet je, dat het tijd is dat dat langzaam verdwijnt en dat dat van jou zich uitbreidt en meer ja, zoiets van ja, ik wil mijn kind ook op zo'n school zetten. Dat is mijn grote wens dat dat zou kunnen gaan gebeuren, ja. Maar we moeten het eerst laten zien, snap je? We moeten het wel laten zien dat dit ook zo kan. Inspectie juichte toe. Ja? Dus, ja, die vinden dit geweldig. We hebben regelmatig contact door het jaar. Dan komen ze even binnenwippen en dan vertel ik hoe het met de kinderen gaat. En het is ongelooflijk wat die onthouden van wat je een half jaar geleden hebt verteld over een kind. En ze zien het kind terug en dan zeggen ze gewoon, dit is gewoon wonderbaarlijk wat hier gebeurt. Hoe kinderen hier zo sterk veranderen. En dat... ja, probleemkinderen bijvoorbeeld, kijk, je hoort het best wel vaak. Kinderen met bijvoorbeeld autisme, asperge... die hyper zijn, ze stuiteren, ze krijgen Ritalin. Mogen die kinderen ook op zo'n school of moeten die echt toch naar het speciaal onderwijs? Het ligt eraan bij een intakegesprek. Natuurlijk hebben we ook kinderen die stempel hebben van ADHD en van autisme. Maar dat bestaat voor ons niet. Je ziet het kind in zijn heelheid. Ja, eigenlijk. En wat ook is, zo'n kind is gewoon hoogsensitief. Ja. En dat is iets anders dan hyper. Ja. Het kind kan zich heel goed terugtrekken in zichzelf. Dat is autisme. En het kind voelt gewoon wanneer het zich moet terugtrekken, waardoor het last krijgt van prikkels. Maar wij zijn zo alert dat als we dat zien gebeuren, gaan we ook met een kind praten als het daar behoefte aan heeft. Van, goh, kunnen we je ondersteunen? Kunnen we je helpen? Of kun je het alleen? Nou, meestal kunnen ze het wel alleen. Vooral kinderen met de stempel autisme. Maar, ja, dan zou je toch moeten zeggen van, het zou... moeten lopen bij jou. Ja, maar misschien mag het nog even niet stormlopen. Vanaf nu gaat het stormlopen bij jou, let maar op. Ja, we zouden wel heel graag dan wat meer docenten en leerkrachten nodig hebben, want dan mag het stormlopen. Want daar ben ik wel van afhankelijk. Waaraan moet een docent voldoen? Wat zijn leerkracht en docent met een open hart, open mind, naar ons toe komen, ook bereid zijn om te weten dat wij geen geld hebben, dus dat er geen salaris aan vast zit. Dus gewoon prodeo, gratis aan niks, les komen geven. Ja. Op het basisonderwijs is het gewoon het walhalla. Het zijn 5 kinderen wat we hebben op het basisonderwijs. En die heel zelfstandig werken, maar ook uitdagingen durven aan te gaan. Kinderen die heel veel achterstand hebben ingehaald. Ja. En, gewoon ook heel blij zijn bij ons. Ja. Snap je? Het is voor die kinderen ook thuiskomen. Het voortgezet onderwijs voor de docenten, vakdocenten, hoef je ook niet hele dagen aanwezig te zijn. Je kunt ook bijvoorbeeld een paar uur per week zeggen van dan ben ik er. Zodat het jou uitkomt. Ja, dan kijken wij wel hoe het past in onze planning. Want we maken met ieder kind apart een eigen planning. Ja. Dus als een kind komt, dan gaan we samen met het kind kijken wat kun je aan, wat zou je willen, hoe zou je het willen. En dan gaan we ze wel leren om te luisteren naar het lichaam. Ja. Wat kinderen kunnen leren, eigenlijk kunnen kinderen leren, snap je? Ja. Maar de kinderen willen zo graag leren weer terug zichzelf te zijn. En weer te voelen van hoe moet ik als mens hier, hoe mag ik als mens hier op aarde? Ja, als mens, ja. Ja. Weet je, het eerste wat ze zeiden van, oh hier worden we tenminste niet leerlingen genoemd. Ja. Ja, wat is een leerling? Ben je ook alweer, is ook weer afgescheidenheid. Mm. Het meeste spreken we naar, kom mensen, we gaan dit doen. Ja. Of kom mensen dat. Soms wordt er ook wel eens gezegd kinderen. Maar ja, dat vinden ze nog niet zo erg. Want maar ze hebben zoiets van, we zijn toch geen leerlingen? Word je ook weer zo'n keurslijf geduwd. Maar praktisch gezien krijg je wel leergeld van die kinderen? Ja, wij hebben we vragen een inkom per kind per maand van €160. Ja goed, maar stel dat je 3 kinderen hebt bijvoorbeeld, die je heel graag bij jou wilt plaatsen. Dan is dat 3 keer €160 per maand. Ja, dat kunnen niet zo heel veel mensen betalen. Ik weet het, maar dan denk ik, dan hebben wij zoiets van, dan moet ik de ziel misschien een andere weg kiezen. We kunnen niet, we moeten daar wel onze onkosten van betalen. Hè. Zoals de huur van het gebouw, en water, we kopen ook wat materiaal. Boeken, materiaal. Ja. Spirituele docenten, ja. Zijn ze zeg maar dun gezaaid of zijn ze rijkelijk aanwezig? Volgens mij zijn ze rijkelijk gezaaid, maar de stap te maken is ook, ja, je verliest ook een stukje salaris. Stel dat je werk hebt en je zou zeggen van ik wil best wel een aantal uren aan IBU besteden. Dan ga je wel een stukje achteruit met je inkomsten. Ja. Je krijgt zoveel ervoor terug en zoveel ervaring, wat je wel weer terug kunt geven in het regulier onderwijs. En zo denk ik dat het zich ook kan verspreiden. Ja, en ook natuurlijk, je hebt ook leraren die gepensioneerd zijn bijvoorbeeld. Okay, of die of helemaal knettergek worden van het reguliere. Ja. En, eruit stappen, ze zijn overspannen, ze hebben een burn-out, het is te grote druk en dan zouden ze op jouw school... Absoluut, wel... en weet je wat het mooie ervan is, als ze dan bij ons zouden komen en ze staan open voor het bewustzijn, hè, voor het spirituele, dan zie je ook dat mensen opgetild worden onder de energie van... Maar zo kan het ook, zeg jij dan. En zij leren ook weer wanneer moet ik rust nemen, wanneer kan ik weer verder met de kinderen. Ja. Want dat ben je kwijt in het regulier onderwijs als je daar een burn-out hebt gehad. Dan, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Jean is ook hier. Jean is onze spirituele leraar. Zij begeleidt onze, of zij geeft les aan de begeleiders. Dus dat zijn alle, bij ons is iedereen begeleider. Ja. En er zijn dus ook niet, ofwel onderwijskundigen dan. Daar maken we ook geen onderscheid in. En de kinderen ook niet, want die weten wel waar ze naartoe moeten. En Jean geeft 1 keer per maand. Tot nu toe was dat alleen aan Angeliet een cursus. Dat is dan een hele middag. En vanaf vorige week komen alle scholen, dus we zagen met 4 scholen in Geleen, die de cursus volgden. Hallo lieve Jean. Ja, Jean, jij geeft dus vrijwillig les aan het IBO. Ja. Kun je me daar iets over vertellen? Nou, eigenlijk ben ik altijd van begin af aan Gentille geweest. Hè? En ik heb haar ook gepusht om het op te zetten, want het was... 2002 is de Vrouwen van alle Volkeren gekomen en heeft gevraagd om de kinderen te begeleiden. Daaruit hebben we toen groepen opgezet van psychologen, psychiaters, therapeuten, noem maar op. Ja. En Gentille was daar ook bij. En we hebben ook leerkrachten. En van daaruit, haar droom was die school. Dat had ze van kind af aan in zich. Ik heb haar... met de goddelijke wereld gepusht in de goede richting, zullen we zeggen. Je hebt haar gedwongen tot haar geluk. Ja, zo kun je het ook zeggen. En ik heb ook altijd naast haar gestaan. Ze is ook een tijdje met de kinderen in het centrum geweest, toen we dat nog hadden. En ja, toen hebben we gaan kijken, wat is het beste, wat kan ik doen? En zeker nu dat het centrum gesloten was, had ik wat meer vrije tijd. En toen ben ik haar gaan begeleiden met, als er kinderen binnenkomen die hebben problemen. Dan kom ik met de ouders praten en dan 1 keer in de maand kom ik sowieso dat de ouders met me kunnen praten of de kinderen en de therapeuten. Ja. En dan 1 keer in de maand kom ik dus en geef ik een middagcursus aan de begeleiders. En dat, ze kunnen me bellen. Wat leer je hun dan? Ja, we gaan kijken hoe ze dus zeg maar in hun leven staan. Want het gaat om hun leven. Als een kind kan je uitdagen om in je leven te komen staan. En het kind kan je niet uitdagen tot boosheid. Het kan je uitdagen tot je leven. En daar gaan we dus mee aan de slag. En we gaan kijken wat is je uitdaging hierin. En hoe zou je het om kunnen zetten. En hoe zou je met energieën kunnen werken. Hoe kun je met de goddelijke vlammen en de universele wetten werken. En wat betekent dat voor je leven? Want ja, meestal gebeurt dan in hun huwelijk dat het beter gaat. Hun financiën komen beter bij en dat trekken we ook mee erin. Dus het leven van de leerkracht of de begeleider. En als medium, Jean, wat voorzie jij voor deze school? De vrouw heeft toen gezegd dat het een tijd zou duren. En dat was in 2002. Nou, je hebt gehoord dat jullie in 2011 zijn begonnen. Ja. En dat heeft dus echt wel 9 jaar geduurd. En, voordat het allemaal opgestart was, bedoel je? Ja, ja, ja. De voorbereiding? Ja, de aanloop, hè, want Gentille moest klaar zijn, haar man moest klaar zijn. Iedereen moest leren stappen terug te zetten, het gezinnen moesten klaar zijn. Ja, het is wel een groot plan dan. Hè. En nu is het dus weer, voordat dit verder gaat, ja, het is dus heel snel aan het gaan. Ik ben al een paar jaar bezig in Wageningen, in Heelsum. Ja. En heb daar ook geprobeerd die school wat neer te zetten. Maar de mensen moeten klaar daarvoor zijn. En zij hebben dus een protestantse omgeving. En die protestantse omgeving is vaak heel strak in het lijf. Zij hebben wat meer moeite daarmee om dat opgestart te krijgen, maar het ligt bij hun. Ja. En daar praten we dan ook over. Dan zeggen we, wat is jouw blokkade? Want dit had al lang klaar kunnen zijn. Dus daar gaan we mee aan de slag. En ja, ik praat heel veel met ze. En kijk wat eruit komt. Als medium dus, zeg maar, krijg ik de boodschappen van de vrouwen. En dat heb ik afgelopen donderdag ook uitgedragen. Dat is ook voor de therapeuten, ook weer voor de leraren, noem maar op. Ja. Voor de veranderingen. Voorzie jij wel, zeg maar, dat het reguliere onderwijs plaats gaat maken voor deze vorm van onderwijs? Op de duur. De kinderen zullen dit voor ons klaarmaken. De kinderen zijn degene die ons aan het begeleiden zijn naar die nieuwe wereld in. En zij maken dat wij kunnen zien dat dit niet meer werkt. Ja. Plus wat onderwijs, veel van de leerkrachten worden dus zeg maar overspannen. Hebben burn-outs, hebben scheidingen, et cetera. Door al die problemen die zich opstapelen. Omdat ze in een keurslijf zitten. Daar praat ik mee. Ja. En dan weet ik dus, dat gaat absoluut sowieso veel vlugger als dat wij denken. Ja. Maar het gaat wel gebeuren, zeg. Oh ja, zeker. Ik weet zeker dat, ik weet niet of je ooit een Celestijnse belofte gelezen hebt. Ja, tuurlijk. 20 jaar geleden. Ja, weet ik. En daar staat het al in hoe het verder gaat. En dat is gewoon, ja, dat is zo duidelijk. Refresh my memory. Daar staat eigenlijk in. Wat bedoel je exact uit dat boek? Daar staat in dat ieder kind 1 begeleider heeft. Eentje? Ja, 1 begeleider is degene die het kind opvoedt. En het hoeft niet de vader of moeder te zijn, maar die is altijd aanwezig. Ja. Zoals de Dalai Lama altijd iemand had. En dat is eigenlijk alle kinderen recht op hebben. Ja, gewoon een fatsoenlijke, liefdevolle, warme, geborgen, troostrijke begeleiding van een kind die in deze wereld komt, die geen gebruiksaanwijzing heeft. En die gewoon met warmte wordt omringd. Ja. Als je dat ook ziet, dat is zo hartverscheurend. Als je kinderen ziet die vaak komen en die al zoveel hebben meegemaakt. Ja. Die niet in hun hoogsensitiviteit zijn begeleid geworden. Die getraumatiseerd zijn. Ja, die mochten niet over hun begeleiders praten, mochten niet over dingen zien. Nou, over wat die ze zagen, mochten ze niet over praten. Dat is heel ik noem het altijd hemelschreiend. En dat is eentje van de beste woorden, want het schreeuwt naar de hemel toe van help. Ja, en dit is geweldig. Ja, kijk, hier kijken vooral grote mensen naar. Wat zou je eventuele ouders willen zeggen om hun te inspireren, hun kind op te geven voor deze school? Ik weet dat heel veel ouders moeite hebben omdat ze dan gaan kijken van waarom moet ik daarvoor betalen. Ja, wat kost het? In het begin hebben we nog gekeken of we niet kinderen konden aannemen omdat we vonden dat ieder kind recht had erop. Ja. Maar ja, toen werden de kosten niet betaald, ja. dat kon dus niet. En daar is dus wel een probleem, vinden we dat. Gewoon het financiële aspect. Ja, we zijn dus nog bezig om te kijken waarom de regering, want ieder kind heeft recht op zoveel geld per jaar voor de studie. Daar zijn ze nog mee bezig, dus er is heel veel gaande in EBO. En dat loopt nog allemaal. Maar wat kan ik de ouders adviseren? Ja. Dat heb ik ook al veel gedaan en ook veel leerkrachten. Ik heb leerkrachten gevraagd, als je nou 1 dag per week minder gaat werken, of een halve dag, dat scheelt je 200-300 euro. Daarvoor heb je 800 euro netto binnenkomen aan geluk. En dat is dus, vind ik, heel veel. Ja. En dat is dus, maar vaak dan wil de partner niet dat dat gebeurt of zo. En daar zitten ze. En wij willen ook geen leerkrachten die een partner hebben die het niet goed vindt. Want dan heb je problemen in huis, snap je? Het moet opgelost zijn. Nou, het werkt wel door, want dan komen de partners ook vaak even praten en zeggen ja, maar hoe zie je dat dan? En ik ben bang dat mijn huwelijk eronder doorgaat of wat. Nee, zeg ik dan, ik begeleid dat. Ja, wat kost dat? Dan is gratis. De ouders hoef je niks te zeggen, Liliane. Als je de ouders ziet die komen, die hebben zoveel meegemaakt en die hebben zoveel verdriet rondom hun kinderen gehad, omdat ze zien dat die kinderen ongelukkig zijn. Ja. Het is het prachtigste bewijs is dus dat we kinderen hebben die binnen 14 dagen naar huis gingen en altijd aan het lachen waren. Altijd met een big smile naar huis gingen. Die ouders hadden die kinderen vaak 1 of 2 jaar alleen maar huilend naar huis zien komen. Dat is dus ook een helende factor. Jazeker. En het scheelt je uiteraard een hoop gesleept met zo'n kind naar een of andere therapeut. Precies, want dat doen we ook nog. En het eigen risico van het CZ, wat dan opgaat, wat ook nog geld kost. Ja, precies, enzovoort, dat is handig. Want je wil een goede voorbeeld. Je wil gewoon een gelukkig kind. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Kijk, ieder kind heeft zo zijn eigen wereld, een eigen pad wat je lopen moet. En dat kind moet dat kunnen. Ja. En dat moet toegestaan zijn. En dat is voor ons heel belangrijk. Dankjewel. Ja, Jean, en dan zou ik graag Gentille weer terug willen vragen. Gentille. De kinderen zijn gelukkig op jouw school. Het lijkt ook dat ze van allerlei kwalen genezen. Je hebt psychische kwalen genezen. Is dat zo? Ja, dat heeft de school een genezend effect op de ziel van een kind? Ja, daar ben ik helemaal van overtuigd. Wij zetten in de ochtend al een energie neer, waardoor het kind al binnenkomt waar er rust is. Ook, we werken ook met helende factoren, dus daar kan al een heling plaatsvinden. Al spontaan hoeven we niks voor te doen, als alleen kanaal te zijn. Kinderen willen absoluut niet therapeutisch behandeld worden binnen de school. Ja, want dan worden ze ook patiënt, hè? Precies, dan zijn ze niet heel gezien. Ja, precies. En dat kan niet. Ja. Dus dat is ook altijd een eerste vereiste wat ik zeg, als er intakegesprekken zijn met mensen die de kinderen willen begeleiden, dat absoluut niet kan. Wat je wel kunt doen, een workshop aanbieden, massages. Nou, dat is gebeurd 1 keer in de week. En dan staat er een hele rij kinderen klaar om lekker gemasseerd te worden. We hebben workshops dans en drama, we hebben workshops muziek, we hebben filosofie, vinden ze ook heel geweldig. En we hebben moestuin, we hebben dus allemaal bakken op de speelplaats. En daar werken ze in de moestuin. Het lijkt me eerlijk gezegd het walhalla voor een kind. Dat vind ik dus ook. Ook voor de begeleiders is het een walhalla. Ja. Weet je wat ook zo mooi is? We hebben ook een aantal mensen gehad die dus werkloos waren. Ja. En echt vanuit hun hart ook stukken reden voor bij IBO te komen. En ik krijg ook weer een kans. Ja, voor zin te geven aan hun leven. Ja, dat. Maar helaas, ook na een paar maanden kregen ze werk. Okay, want ze hadden zo hard aan zichzelf gewerkt dat ze er klaar voor waren om het reguliere school in te gaan. Ja. Dat is ook mooi. Doe je ook iets aan werving van sponsors bijvoorbeeld? Er is wel iemand die zich daarmee bezighoudt, maar het schiet niet op, als ik het zo mag uitdrukken. Want er is nog steeds niets van een geldstroom wat bij ons binnenkomt. Hoe zou je een sponsor over de streep kunnen halen? Stel, je hebt nu de kans voor te zeggen van, oké, sponsor onze school, want... Want in feite zou het zo kunnen zijn dat wij heel graag mensen binnen onze school kunnen behouden die zo goed werk leveren naar de kinderen toe. En als er meerdere sponsors of goede sponsors zijn, dat het ook voor de ouders, want dat zou ik het gratis willen voor de ouders. Ja. Dat is mijn grootste wens. Wat krijgt een bedrijf dan terug als die sponsort? We kunnen reclame maken op onze website. En daar waar we komen of waar ik lezingen en workshops ga geven, daar kan ik ook iets meenemen waardoor ook reclame kan zijn voor de sponsors. Misschien als het een bedrijf is, zou het heel fijn zijn als die ook samen wilt werken met ons. Zodat kinderen het bedrijfsleven leren kennen. Ja. En dat ze de praktische zaken daar kunnen leren, waardoor ze weten dat ze die transfer naar de werkelijkheid kunnen maken. Waarom ze een vak wiskunde of natuurkunde moeten leren. Ik zeg moeten, want het is nog altijd zo dat ze een diploma moeten halen. En uiteraard natuurlijk, een bedrijf kan zichzelf ook heel erg positief profileren door het sponsoren van jullie school als maatschappelijk betrokken. Ook, ja, van, zeker. Kijk, wij hebben hart voor kinderen. Ja. Dus al diegenen die nu kijken en denken van, ik heb nog wat geld ergens liggen. Huh? Ga er eens over nadenken of je iets voor de toekomst kunt doen. Huh? Ja, heel graag. Gentille, heb je nog een slotwoord voor de kijker, voor de eventuele toekomstige ouders die een kind willen aanmelden op jouw school? Ik zou het heel fijn vinden als ouders zich aanmelden om een kind bij ons te plaatsen. Dat ze ook heel bewust kiezen, dat ze zelf ook daar meewerken met het bewustzijn zoals wij op school werken. Dat dat ook een thuissituatie zich door kan voeren. Want anders zou het kind als een sandwich tussen twee werelden in zitten. En dat doet geen enkel kind goed. En als ze mensen weten die heel graag bij ons in het onderwijs willen werken, want daar is wel nog nood aan. Als ze die alstublieft naar ons toe willen sturen. Want dan kunnen we nog meer kinderen ontvangen om te helpen. Ja. Want nu hebben we een wachtlijst. Omdat ze dan druppelsgewijs kunnen binnenkomen. Omdat we niet genoeg begeleiders hebben. Ja. En ook voor de energie. Want er kunnen er geen 3 of 4 kinderen tegelijk komen. Want dan hebben de andere kinderen last. Want het is net zo'n energieshift wat dan in de school gebeurt. En dat moet geleidelijk aangaan. En dan gaat dat ook prima zonder problemen. Je hebt dus behoefte aan meer vrijwilligers nog? Absoluut. En het liefste leerkrachten en docenten. Leerkrachten, ja. We hebben je gehoord. Dankjewel. Ik wens jou in elk geval heel veel succes. Dankjewel. Met de school. Ik hoop oprecht, Gentille, dat mensen geraakt zijn. Zich geroepen voelen om contact met jou op te nemen. Er is een website. Dat is www.ebo.eu. Dat is wel belangrijk, we hebben EU erachter. Ja. En als ze info willen sturen of informatie willen hebben, kunnen ze ook een mail sturen naar info@ebo.eu. Okay. Hartelijk bedankt voor dit gesprek en ook deze toelichting. Ik hoop dat u zich ook geïnspireerd voelt om een bijdrage te leveren. Want ik zeg altijd maar zo, de kinderen zijn onze toekomst. En als de kinderen gelukkig opgroeien, dan worden het geen criminelen, moordenaars, bandieten, ongelukkige rotpoeten, zou ik maar zeggen. Maar gewoon lieve, tevreden mensen die verbinding hebben met hun hart. En die liefde uitbreiden naar de wereld. En ook u maakt uit van die wereld. Dus ik zou zeggen, bezoek de website van Gentille en kijk of het resoneert. En doe er dan ook iets mee. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot ziens. Dankjewel, Gentille. Jij ook bedankt. En ook jij. Dankjewel.